Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, ook ten westen van Nederland, maar boven het noordoosten zijn er brede opklaringen. daar zien we daardoor veel bewolking, daaruit valt van tijd tot tijd regen of modregen, maar heel af en toe kan ook de zon doorbreken en het noorden en noordoosten krijgen dus de meeste zon een schijn vanochtend. Temperaturen zijn matigjes bij dit weerbeeld, want vaak is het grijs en druilerig en slechts af en toe breekt de zon door. Daardoor wordt het ongeveer 20 graden. Langs de westkust neemt later vanmiddag en vanavond de wind toe naar windkracht 6 en die waait dan uit het zuidwesten. Dieper landinwaarts is de wind veel rustiger. Ook vanavond en komende nacht blijft het gespetter wel mogelijk. En dat geldt ook voor morgen. Opnieuw vaak bewolking, af en toe regen en motregen, en de zon heeft het weer moeilijk, maar breekt toch slechts af en toe ook door. Temperaturen een fractie hoger dan vandaag, zo'n 20 à 21 graden. Warmer wordt het later in de week. Woensdag zien we al vaker de zon schijnen, kan het in het zuidoosten 25 graden worden. En donderdag en vrijdag wordt het echt weer zomers, met temperaturen die oplopen naar 25 en lokaal zelfs naar 30 graden. Heel misschien neemt vrijdag later op de dag de kans op een bui weer toe. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.